Hallo? Allee, allee, allee. Allee, allee, allee. Hallo mensen van Vertel het de Gamer.nl. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over de 10 meest verkochte spelcomputers. Breakfast! En op nummer 10 staat de Nintendo Entertainment System, de NES. Verkocht in 1983 en die is 61,91 miljoen keer verkocht. Moet je voorstellen, Nederland, ongeveer 16 tot 17 miljoen mensen, als het goed is 17. Dan zijn dat, is dat ongeveer, hoe vaak is dat Nederland? Even rekenen, ik denk wel 1000 keer. Preek! Dit is een heel mooi mandje gemaakt. En op nummer 9, de PlayStation Portable van Sony. Die in 2004 is uitgebracht. En die is wel meer dan 80 miljoen keer verkocht. 80 miljoen. Dat kan ik nergens aan vergelijken. Zoveel vind ik het. Door de firma. En op nummer 8 staat de PlayStation 3. Die is uitgebracht in 2006. En die is ook meer dan 80 miljoen keer verkocht. Het is toch niet normaal, mensen? Stel nou dat wij zo'n spelcomputer zouden uitvinden. Dan zijn we reketappen. Reketappen. We willen niet weten hoe zo. Maar tichelaar werd gebruikt. Tafel. En op nummer 7 staat de Game Boy Advance Nintendo. Die in 2001 is verkocht. En die is meer dan 81,5 miljoen keer verkocht. Ik dacht dat ik het dubbel zei, maar dat maakt niet uit. Dat mag. Want. En op nummer 6 staat de Xbox 360 van Microsoft. Die in 2005 is verkocht. En die is wel meer dan 82,9 miljoen keer verkocht. 82,9 miljoen keer. Stop met tellen. 1, 2, 3, 4. Je snapt het wel. Want. En op de nummer 5, de Nintendo Wii, verkocht in 2006 en meer dan 100 miljoen keer verkocht. 100 miljoen keer. 100 miljoen. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen. Superveel. Want. En op nummer 4, de Sony PlayStation, de PlayStation 1, die in 1994 is uitgebracht en wel 102 miljoen keer verkocht is. Rekentata's. Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Werd gebruikt. En op nummer 3, de Nintendo Game Boy die uitgebracht is in 1989. Die wel meer dan 118 miljoen verkocht is. Meer als 118 miljoen keer. Niet normaal. Want. En op nummer 2 staat de Nintendo DS uit 2004. Die maar liefst 154 miljoen keer bekeken? Keer verkocht is. Niet normaal. Je moeder. Want. En op nummer 1, het meest verkochte, de meest verkochte spelcomputer. De PlayStation 2. Die maar liefst 155 miljoen keer wilde ik het alweer zeggen, hè? Bekeken. Gekocht is. Nou, dat was het dan voor vandaag, mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, laat dan een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Vertel het Gamer.nl. Like, reageer en abonneer.